Ik heb eigenlijk nog nooit echt een opleiding voor gehad, voor management. En ik miste voor mijn gevoel een beetje basis. Ben jij vanzelf in je leidinggevende functie gerold? Misschien heb je last van werkdruk, stress of merk je dat je stuurloos bent? Dan is de Minor Natuurlijk Leiderschap iets voor jou. Ik kan me nog herinneren, de eerste keer dat ik met Lia het bos inliep, was ik helemaal opgefokt door alle dingen waar ik tegenaan was gelopen in mijn werk. En ik stortte het hele verhaal over Lia uit en ze liep naast me en ze pakte de ene stok op naar de andere. En die gaf ze, maar ik dacht er helemaal niet over na, ik pakte het gewoon allemaal aan. Op een gegeven moment had ik mijn hele arm vol stokken. En toen zei Lia tegen mij, wat doe je nou eigenlijk? Dus ja, jij geeft die aan mij. Ja, maar jij pakt ze aan. En toen dacht ik in één keer, oh, wacht even. Nou, dat is nou echt een voorbeeld van een stuk bewustwording waar ik heel veel van geleerd heb in de training die Lia heeft gegeven. Ik zeg tegen mensen altijd, neem jezelf mee naar je werk. En vaak, zeker in het onderwijs, zien we gewoon heel veel mensen die eigenlijk overspannen raken, juist omdat ze eigenlijk dat niet doen. Ik doe drie dingen. Ik inspireer en als dat niet lukt, dan verleid ik. En als dat niet lukt, dan dwing ik. Ik dwing niet graag. Ik heb veel liever dat ik op basis van inspiratie mensen tot handelen kan bewegen. Heb het vertrouwen om fouten te maken. Ja, dat je wordt altijd gesteund. Hè? Dus mensen zijn niet fouteloos en fouten mogen gebeuren. Durf fouten te maken, heb lef in het werk. Het gaat om het doel, het gaat om de intentie. Respect en het niet stellen van kwantitatieve doelen, dat tekent ons bedrijf. Wij stellen geen kwantitatieve doelen. En dat haalt de perversiteit uit het bedrijf. Dat zorgt ook voor dat mensen geen dubbele agenda's hebben. De training van Lia heeft mij ook heel erg geholpen om me bewust te worden van hoe bepaalde processen in elkaar steken, hoe ik zelf in elkaar steek, waarom ik reageer op de manier waarop ik reageer. En waarom andere mensen ook reageren op de manier waarop zij reageren en hoe we daar verbeteringen kunnen brengen. Je leert de routekaart naar je eigen leiderschap. Je leert met ontspanning en plezier weer leiding geven. Want misschien heb je nu al last van stress, voel je je stuurloos of merk je dat het gewoon niet lekker loopt. De Minor Natuurlijk Leiderschap helpt jou om dat leiderschap voor jezelf en de anderen in je team weer met plezier uit te oefenen. Wil je meer weten? Kijk op hetbuitenlab.nl en meld je aan voor de Minor Natuurlijk Leiderschap. Ik hoop je te ontmoeten.